zenuwachtig te kraaien. Er was wel reden voor, want de grote boze wolf was grootmoeders huisje binnengekomen en had er met huid en haar opgegeten. Kijk maar eens naar binnen door de ramen. Daar ligt de boze wolf in grootmoeders bed. En kijk eens hoe hij likkebaart in de hoop dat Roodkapje zo dadelijk binnen zal komen. Jullie weten allemaal hoe het sprookje verder gaat. Roodkapje en grootmoeder zijn gelukkig door de jager gered. En ze leefden nog lang en gelukkig.